Brock Madsen. Bal nog aardig doorgespeeld. Menig. Ja, die assistent ligt op een 10 meter achterstand. Menig is door. En doet dit behendig. Nu moet hij hem geven. Daar zit nog net op tijd Pata. Dat was daar de grote kans voor Zwolle geweest om op 0-1 te komen. Goed, Lins. Komt daar goed voor zijn man. Levert Groningen een mogelijkheid op voor Maai. Topscorer. 12 treffers. Menig staat als eerste weer. Na dat possiekje met Mijmizevic. Mokhtar. Mokhtar zou kunnen schieten. Dat kan hij. Speelt niet veel. Beste moment voor Zwolle. Na die actie van Menig een paar minuten geleden. Kijk eens, bal scheert over de lat. En hier is de eerste echte grote kans voor Groningen. En die zijn effectief. Komen op voorsprong. Linssen wordt gefeliciteerd. Want in de 14e minuut uit de eerste, de beste lopende aanval, komt Groningen op voorsprong. Drost. Paasje precies op tijd. Voor het doel wacht Maai. En die krijgt het makkelijk om 2-0 te maken. Heel simpel weer is Groningen daar. Zo makkelijk. En zo goed. Drost, Idrissi, Maai. 2-0. Deze paas van Drost is prima. Maai wijst. En daar zijn ze... Maar hier helemaal uit het oog verloren. Bakuna. Goed geopend. Idrissi. Helemaal vrijgelaten door Van Polen. Ja. Hele aardige poging. Ja, daar is de gelegenheid om de derde te maken. Aardig gekopt door Van Nief. Drost. Linssen. Maai, hoekschop via Marcellus. Schroding even aanzet, is Zwolle in de problemen. De hoekschop van Idrissi. Het was zojuist gevaarlijk en het is nu een doelpunt. Zwolle leert niks. Krijgt tik op tik. En toch niet de grootste van het veld maakt zijn tweede van de middag. Hij staat erbij en kijkt ernaar. Het is 3-0, Linssen. Idrissi de aangeven. Hoe is het toch mogelijk? Warmer dan. Mokhtar. Tempoloos en daardoor ook voorspelbaar wat Zwolle doet. Menig. Dan gebeurt er meestal wel wat. Krijgt de terug van Brock Madsen. Kon geen kracht meer achter die poging richting pad zetten. Wasim Boei die doet niet mee in het tweede bedrijf. Daar staat Verdonk nu centraal. En ja, het ging centraal achterin niet goed bij Zwolle. Het is wat zwaar gestraft natuurlijk, maar ja, je moet wat doen als trainer. Bakuna hier wat slordig. Is dit de aanzet tot een furieuze tweede helft van Zwolle? Wie weet, waren we dan met de hoekschop? Ja, en hij is binnen. Dat is inderdaad een heel snel begin. Binnen de minuut slaat Zwolle terug. Het voert te ver om te zeggen dat het helemaal terug is in de wedstrijd. Maar ja, Peter kan niet beginnen natuurlijk aan de tweede helft. Brock Madsen, helemaal vrijgelaten. Maakt zijn zevende van het seizoen. En Zwolle is terug. Brock Madsen nam de bal met de hand mee. Het mag in ieder geval verder. En op zijn manier komt hij er goed langs. En daar is de kans op 3-2. Menig. Nee. Van de lijn gehaald tot twee keer toe. Davidson
is de man die dat de tweede keer doet. En Pat stond verder in de weg. Zwolle heel dicht bij de tweede tref. Dan zou ik binnen 5 minuten bijna de hele schade hebben gerepareerd. Davidson stond daar in de weg. Ja, die goede actie van Brock Mats. Mahi. Marsje weer op 3. Houdt de bal daar goed onder zich. En komt daarmee op een juist moment weer in de picture. En ook op 14 treffers. 2 voor hem vandaag, 2 voor Linz. Het is 4-1. Waar we dan? Drost wint dat makkelijk. Jarie, een goede voorzet. Goede redding van der Hart op de kopbal van Sullop. Sullop nu wel bereikt, maar dan van de bal gelopen. Sullop de tweede keer gestuit, maar dan is er nog van ver de mooie poging. Dat is het Rustic die zijn eerste maakt. 5-1. Aydin Rustic. Verdonk zelfs met zijn rug. Maar Aydin Rustic goed meegelopen. Maakt het allemaal nog even een stuk erger voor PEC Zwolle. Verliezen tegen je oude ploeg, dat is één ding. Maar dan ook nog eens een keer kansloos en met grote cijfers. Applaus van de Groningen fans. Die hebben zich prima vermaakt.